Hij zit goed onder de blubber. Ah, nee! Alles is RS6 ingereld op zijn oude Tesla. Oh, je hebt geluid, man. 59 kijkers op YouTube. Het is insane. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dan kreeg ik dat nu daarvoor. En dan, je stinkt en dan ja, ben ik het helemaal mee eens. Jos! Mama! Ik kreeg een appje van Joël vanochtend. Don, ik ga wat lijps doen met mijn oeres. Ik wil je reactie filmen en misschien vind je het ook leuk. Bij mij thuis. Meer informatie hebben we niet. Dus als het enige wat we weten, we gaan op pad. Nou, op locatie is, kijk, ik zie de oeres daar staan. Ik kan mijn arm nog niet natuurlijk zo ver omhoog doen. Dit allemaal mee. Hij zit goed onder de blubber. Blubber. Oh. Hey, maat, hij is echt moddervet, hè, dat ding? Ja. Hoe is het? Ja, lekker. Lang niet gezien, jongen. Ja, goed. Kom binnen, jongens. Je had een gek idee of zo. Ja, ik had het gek. Ik denk, het is wel lachen toch met die oeres. Kijk, hij is helemaal niet voor niets zo vies natuurlijk. Hey Gijs! Sam, hoi! Ik denk, we gaan even met dat ding de crossbaan over. Ja, goed idee. Dat vind je denk ik ook. Hoe is het? Goed, maat. Ja, dat vind ik fucking leuk. Ja. Ja, Sam. Hoe is het, Lor? Ja, minder goed. Oh, je hebt je bicep al verscheurd natuurlijk. Ja, kan je helemaal geen hand geven? Ja, kan maar niet zo. Zag je zo. Zag je zo. Hoe is het gebeurd dan? Ja, met rugby. Zo. Afgescheurd, hè? Dus dat is niet meer normaal te herstellen. Dat moet vast geopereerd worden. Ja. Dan zetten ze zo'n draad ertussen, toch? Ja, ze naaien het vast en dan een ankertje in de bot. En dat blijft permanent zitten? Ja, even een ankertje in de bot. Ja, heb ik ook al in mijn duim. Dus, Hij heeft ook een schroef in hier zo. Schouder en twee bezoeken. Dat is gewoon heel zacht, jongen. Je wordt langzaam de Terminator. Sam die dacht dat het verstandig was om te gaan rugbieren, terwijl hij eigenlijk een soort kussentje is, weet je wel. Was maar een kussentje, ja, ik wist wel lastig. Maar hoe ga je dat doen met trainen dan, maat? Met zware gewichten en zo? Dat kan nooit meer of zo, of wel? Ja, dat gaat gewoon meer. Oh, en wat is het geschatte herstel? Ja, 6 weken Nutella en vanaf daar weer opbouwen. Nutella? Kijk, groei lekker. Nee, dan kan ik niks. Minder is het dan anker kan. Sterk genoeg voor alles? Ja, dat gaat gewoon in het bot. Dus hij merkt het vanzelf. Ja. Dus ik weet het niet precies nog, want als het goed is er een kop van de pees afgescheurd. Bij mij is dat gewoon vast. En anders moeten ze dus die pees weer in het bot zetten. En dat doen ze dan met een ankertje. Story. En dat hey, leuk verhaal. Ja, ja, maar laten we wat anders doen. Maar jij denkt die oeroes gebruik je tegenwoordig gewoon als tuinomploeger? Ja. Nou, klinkt goed. Ja. Wat een rust, kijk even. Mart zit op de wc, de boys zijn even alles aan het voorbereiden. Heerlijk, de laatste keer dat we hier waren was natuurlijk die 90s party. Dus stond dit helemaal vol, maar kijk hoe mooi die tuin geworden is. Eerst gingen we hier nog door de jacuzzi heen rammen en zo, want lag het helemaal braak. En nu is het net of je Ibiza in Nederland hebt. Dat was ook de bedoeling, maar dat is ook echt goed gelukt. Kijk dan, kan ook van dat huisje afspringen in het zwembad. Mooi man. Ik moet zeggen, Joël wel smaak. Dan moet ik waarschijnlijk Dion een beetje credits geven, want die is altijd degene die alles aankleedt en regelt, geloof ik. Waarschijnlijk wel een samenspraak, maar ziet er allemaal gelikt uit. Het is wel goed blubberig weer hè, om dit te doen ook. Ja. Het heeft alleen maar geregend de afgelopen dagen. Alles is zijn. Ik doe even achterin. Wat zeg jij? Ja, achterin. Of voorin. Ook toch. Nu, ja? Is dit de exacte oers die hij had en teruggekocht? Ja, dat is precies deze. Ja, ja? Ja. Ga je pissen, ja, is goed. Je moet daar niet achterin. Dan ga jij maar even achterin, Don. Oh wel? Ja. Ja. Staan de airbags uit? Ja. Oh, jammer. Hij heeft nog nooit op dat ding gereden. Je moet het wel op Terra zetten. Ja. Anders gaat hij niet over die drempel heen. Nog zo! Oh. Oké, okay, nou. In de wagen van 3,5 ton even de voorbumper eraf rijden. Dat haal je niet hoor, 3,5 met deze potten? Kids en alles stoppen. Duurder bedoel je? Ja. Maar gaan we ook loskomen dan, Lord? Ja, denk het wel. Jij hebt er nog nooit tegen gereden, hoor, dat je wel ja, net zeggen. Ik mag niet, ik doe het. Hey, baas, oh. Ja, hallo, Gijs. Hey, collega. Bart, zullen we onze gordel maar even om? Ja, zullen we maar doen. Fucking dik, man, die oranje stiksels. Bart, dat is denk ik verstandiger als jij filmt.
Ja? Ik moet toch nog een beetje die armen schermen. Ja. Je kan maar met één arm rijden. Ik zit hier ook nog met de lamme arm. Nou, het is allemaal lekker hier. Maar samen hebben we twee armen. Kan ik gewoon niet sturen aan één kant en jij aan één kant? Ja. Dan vol gas. Hé, hey, zit er een lijpe barst in die in het raam? Volgens mij wil ik Joël dit echt niet. Joël zei nog, ik ga boos worden. Oh, heb geen toestemming gegeven? Nee, klein, nee, hij zei even wachten. Oh, oh maat. Hij gaat tering boos worden. Gaat tering boos worden straks. Hij een klein rondje kan wel, joh. Je krijgt zo op je flikker, hè? Nee, dat maakt niet uit. Wat hoor ik ook allemaal piepen? Ja, dat zijn de remmen, denk ik. Maar wat zit hier voor rioolbuis ingebouwd dan? Ja, dat is voor de crossbaan. Is dat voor de crossbaan, dat je er onderdoor kan? Jee. Nee, ik was even aan het testen, want de riem, hij piept een beetje. Waarom heeft hij... Nee, hij gaat, gaat die ruit inslaan, hou, ik zweer het je. Hij komt met iets aanlopen, ja, ja. Nee, echt wel? Jawel, dan komt hij aanrennen. Jawel. Jawel, jawel. Ah, nee. Oh, oh, oh. What the fuck? Hey. Oh! Jawel, jawel. Ah, nee. Oh. Hey. Motherfucker. Hey. Motherfucker, is een creatine. Hij is fucking gek. What the fuck? Shit! Maar dat was glashappen, hé! Dit is de creatine! Mijn bek in de motherfucking shop, hé! Oh! Wat een bek dan! Alles mis! Bam! Hier, man! Kom maar, die hele pot erin bij jou! Het kon ook nooit normaal gaan. Ik dacht dat toen hij ons uitnodigde. We gaan een rondje door de bagger. No fucking way. Dat kan weer niet goed gaan. Hé, hey, dat sterretje werd wel gedekt door de verzekering, maar dit... Oh. Had je die verwacht? Nee. Ik zag toen jou ook met die knuppel zag en ik zag die sterren eruit. Toen wist ik 1 en 1 is 2. Maar daarvoor had ik het nog niet verwacht. Jij zei, hij gaat echt boos worden, hij gaat echt boos worden. Ja. Dit was glashappen binnen, gek. Het ging overal heen. Ja, dan moest je achterin, ik had bril op. Kijk, goed gehandeld. Oh, dus weer over nagedacht. Ik had hem nooit zien aankomen, maar ik ging hierheen. Ik dacht dan, no fucking way dat we gewoon een rondje door de barren gaan. En dat is het dan voor je wel. No fucking way. Fucking dik. Hij stond echt de hele week op ons lijstje. Want ik had een scheur helemaal erin zitten. Van de vorige video groep. En toen moest ik hem volgende week bij Lamborghini Leuze afgeven. Want dat wordt helemaal speciaal gedaan met de sensoren en zo. Ik dacht, ja, ik kan net zo goed dat ding even ouwe, geld terug laten verdienen. Dit is echt gestoord. Had jij het goed op beeld ook, Gijs? Want ik sprong helemaal op die pak. Hey Gijs, moet je de beelden hebben vanuit binnen of niet? Ja, ja. Maar al die kleine deeltjes, ik denk dat zo glasvezel wordt gemaakt. Het gaat dus wel erin. Maar ik heb wel hard geslagen, hoor. Je hebt hard geslagen? Maat, die stukken vlogen in het rond binnen. Dan moet je echt laten detailen als je je kids hier meeneemt en dan zitten ze onder de schrammetjes straks. Met de ramen open rijden. Oh, wat erg, hé. Kijk dan. Ja, dit is krankzinnig, gasten. Mijn fucking oeroes. Ik voel allemaal prikkeltjes. Hoor. Nee, kan niet. Oh, jij zat op die. Ik zat bij jou. Hij reed niet, hoor. Hey, hij reed. Wie de fuck slaat er met een knuppel zijn oeroesruit kapot? Ja, kan één iemand bedenken wel. Ja, dan ook echt één iemand. Ik stapte gelijk uit, want al dat glas dat ging alle kanten op. We gaan eens even kijken. Ik heb een hele pakket cadeau. Kijk. Onder is een gouden schoepketting die ik gewoon erbij gooi, jongens. Hoeveel ligt Black het? Friday. Op kijk op. Oh, maat, voorin kijken. Wow. Brice heeft mij dat hebben gedaan, dat die auto... Oh, what the fuck, gast. Die moet weg. Schoongemaakt worden. Oh, het moet echt heel voorzichtig gedaan worden, anders hebben we overal schade. Met de, wat een unit ook, zo die zwaar. Ja, het was zijn idee, dus hij mag het schoonmaken ook. Ja. Wie's idee was het? Van Richard die mijn wagenpark nu beheert. Hij zegt, ja, er goeie zit zo'n... Wagenpark beheerder heeft hij. Ja. Hij zegt, er zit een tegen grote scheur in die ruit. Wat wil je ermee doen? Want we moeten naar Leusden, Lamborghini, en dat ding vervangen. Je kan hem ook nog even een keer voor een filmpje kapot rammen.
Ik zeg, ja, dan laten we dat maar doen. Dan. Dat hoeft hij bij jou geen twee keer te vragen, dat weet ik wel. Nou, dit wel hoor. Ja. Ik vind het een beetje riskant met die auto's, weet je. Maar hoe komt die scheur erin dan? Ja, van de trip naar Italië in één keer. Hij reed. In één keer zat die scheur erin. Zeg, zie je, daarom was ik bang. Hij gaat boos op je worden. Heel toevallig dat Sam reed, weet je wel. Gescheurde bicep, gescheurde raam. Je zit op je scheur, al die scheuren blijven bij elkaar komen. Wat was dat? Ja, maar dit moet je echt met een stofzuiger erboven hangen. Dan. Nee joh, dat is schuur. Oh, je hebt wel een wrap, dat kan wel, denk ik. Ja, maar wat zit er ook een X-spel onder, of niet? Als het in het blok gaat dan? Die, ja, die wrap is de glasdeeltjes. Ja, hij ligt toch niet open? Nee, wat is er? Nee, dat maakt niet uit. Gewoon. Wat? Nee, dat komt nooit bij. Als die kleine glasdeeltjes nu tussen je motor gaan zitten, dat maakt niet uit. Hij is gewoon zwam. Hé jongens, ik heb ook nog een Lambo staan. Ja. Die achteruit bij jou erin. Oh, die is plexiglas, dat veert nog redelijk mee, denk. We kunnen het testen. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik heb al een keer mijn eigen ruit doorgekopt per ongeluk, hè? Bij die Lambo. Dat is echt gebeurd. Hoe dan? Remmen. Ik zat voorin en Brian pakte een hobbel en toen, dus ik zat naar voren met mijn hoofd, ging ik gewoon bap. Er doorheen? Nou, niet er doorheen, maar was serieus net zo erg als deze. Heb je zo'n hard hoofd? Blijkbaar. Ja, ik heb geen klein hoofd natuurlijk. Hard wel. Ja, dat ook. Die glijdt denk ik ook zo bij iemand te min. Ja, dat moet een aardig grote scheur dan zijn ook. Je hebt die filmpjes. We dwalen af. Dat is een van de eerste dingen die ik ooit zag op de middelbare school, weet je dat? Two heads, one go-kart. Wat is dit erg? Het is toch wel een soort pijnlijk om te zien, maar het was wel geweldig. Hey, wij laten je niet barsten met Black Friday. Nee, dus we stellen jullie niet teleur. Chill, doe je best. Ja jongens, Black Friday is natuurlijk bij Joel, maar ook bij Focus. Tot en met maandag, vrijdag tot en met maandag, dikke korting. En als ik zeg dik, heel dik. Dus ben je geïnteresseerd voor de Focus-liefhebbers? Linkje in de beschrijving. Heel veel korting. Focus! Oké, okay, de achteruit ziet er nog goed uit of is hij ook aan de beurt? Nee. Die spat een 1000 stuk in één keer. Ja, dat is van dat veiligheidsglas, ja. Dat is toch ook gewoon een natte droom? Voor elke man. Zo'n crossparcours in je tuin. Kijk, met een Urus die is misschien dan net even te groot. Kun je ook wel ver mee komen. Maar bijvoorbeeld met quads of met crossers. Zo! Dan kun je echt teringhard scheuren hier. Na heel veel file zijn we gearriveerd bij de heer Bezelsen. De jas van zijn meisje mee, die hing nog bij mij. En we gaan lekker eten. En ik ga meedoen met Roy's livestream. Ongelooflijk! Het is wat, hè? Hij is terug. Hij is terug. Zo blij mee. RS6 ingereld op zijn oude Tesla bij Jon van Rijt. Zo, bro. Zo, bro. Zo. Jeetje. Oeh, als we die nog maar kunnen overtreffen. Oeh. Nou, prima. Ga je hem grijs laten dit keer? Kijk hoe dik dat eigenlijk is, gast. Die had ik nog helemaal laten poedercoaten toen. Die rem kwam ik nog helemaal rood laten spuiten. Maar ja, nu ga ik hem zeker deze kleur laten. Want in combinatie met die zwarte accenten die ik toen heb laten doen. Van de Tesla logo, Tesla hier, weet je wel. Vind ik het fucking dik, gewoon. Vind je niet? Ik vind hem heel mooi deze kleur, man. De hele combo is goed. Ja, met die zwarte handvaten op de hoep en zo. Ik kan je vanaf hier misschien wel beter zien met het licht, weet je. Dat komt nu veel beter uit. Is dit gerapt dan, of is het ook gepoederkoot? Volgens mij is het ook gepoederkoot toen met tijd, man. Ja, je hebt ook een lader, maar ook echt dan een daadwerkelijk van Tesla. Niet zo'n B-ding. Ja. En ik zie dat ik zelf ook hier ligt met een fantastische pose. Ja. Ik zat te denken, je hebt het zo uitgespeeld dat je alle automerken hebt gehad en je komt weer terug bij hetzelfde. Wow, je hebt gelijk, gast. Het begon ooit met de rode R8 en de witte Tesla. Het enige wat anders is dat hij nu... RS7 zelfs nog ervoor. Zie, je hebt zoveel auto's gehad, je bent het einde zoeken. Ja. Het begint trouwens. Het einde. Maar het voelt voor mij ook wel echt als een einde. Ik ben wel echt klaar met auto's, man. Dat wil ik wel echt even gezegd hebben. Ja, dat is echt zo. Ik heb het in mijn livestreams ook al kenbaar gemaakt. Maar dit is het gewoon. Dit is het. Kijk, die is de meest. Ja, hè, Mobi? Dat vind jij ook, hè? Ja, kleine schat. Nee, echt waar, man. Wij hebben het daar laatst al over gehad. En dat is nog veel meer gaan leven in mijn hoofd. Ik geef veel meer nu om dingen zoals woongenot. Dingen doen met je vrienden. Zou je het zeggen? Kunnen wanneer het kan. Hé, maar ja, ik ga het begin van het nieuwe jaar ga ik een heel nieuw dak plaatsen. Zonnepanelen plaatsen. Dat soort dingen. Mijn tuin hebben. Gaat dat nog door met Nino? Ja. Fucking leuk. Ja, gaat 100% met Nino gebeuren, ja. Echt leuk. Solar en Co. Ja. Ja, is top, man. Dus daar ben ik jou natuurlijk dankbaar voor het leggen van die connectie. Dat is echt een topper. Maarten ga je geweldige gasten hebben. Geweldige panelen, altijd bereikbaar. Ja, top gasten. Top. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ja, dat soort dingetjes gewoon liever, man. Ik heb met de auto's, het is echt een fase geweest. En ik ben ook echt blij dat ik die fase heb gehad. Althans, dat ik hem volgend jaar wel gehad. Als ik hem nooit eerder had gehad, zeg maar. Maar het is nu wel voor mij gewoon goed zo. Ik wil gewoon een Tesla als daily driver.
kan ik straks gewoon gratis mee rondrijden door de zonnepanelen. En die R8 is gewoon, ja, naar mijn mening de ultimate race monster. Wat is volgend hoofdstuk? Motorfietsen, golfkarretjes, wat wordt het? Nou, mijn eigen golfkar, daar zeg je wat, dat wil ik ook gaan regelen, want ik kan hier gewoon de golfbaan uit. Ik wil een eigen golfkar. Zie je, het is nog niet helemaal uitgespeeld. Auto's dan, maar voertuigen is nog heel breed. Is een amfibie niks voor? Ja, ja, een amfibie. Je voegt het gewoon samen. Ja. Of zeg ik dat goed? Een amfibievoertuig, ja toch? Of nee, een amfibie is volgens mij hagedis. Hoe zeg je dat nou? Het lijkt er wel op. Hybride. Ja, dat is een kruising. Maar ja. Mart, kan je zoeken op een te water gaande auto? Dat is voor iets met iets wat erop lijkt. Amfibievoertuig is het. Oh wel, ja, amfibievoertuig, zei ik blijkbaar wel. Dat jij dat weet? Ja, dat zat ergens achter in een hersencel verstopt. Ja, dat vind ik wel grappig weer. Nee, maar ja, weet je wat het is? Volgens mij kan jij daar ook wel redelijk mee relaten, toch? Met dat verhaal. Dat we denken van, joh... Ja, ik snap het heel goed. Ja, toch? Ja. Maar we zijn nu ook een paar jaartjes verder weer, hè? Ja, man. Ik geloof het allemaal wel met die wagens. Moet ik niet hoe jij nou heet? Moet ik kijken hoe jij nou God, deze opa stoel gaat het gebeuren. Het is lekker jongens, een stoel. Die zit zo goed. En zo'n goede Sherman erbij, kijkers. Het is de hele maand OG Fortnite, toch? Hele maand OG Fortnite, ja. Dus we gaan oude tijden herbeleven. Ja. Wat normaal bij Roy vroeger was in Nieuw-Vennep, maar dan nu in Purmerend. Kan je dat even herhalen voor de vlog? Holy damn, 5900 kijkers op YouTube. Het is insane. 900 kijkers. Eerste op potje. Damn, bro. Holy damn. Eerste potje, man. Gelijk een Victory Royale. Hoekie Dreura, Don, wat ga je verder nog doen met je box die je hebt gekregen? Ja, goede vraag. Ik heb die gekregen en heb je dat gehoord, Roy, of niet? Nee. De vlog is pas vandaag online. Nee. Ik zat gewoon te editen en die boy zat in de woonkamer, de bel gaat. En ja, we hebben een bestelling voor je. Een fucking grote JBL speaker. Oh, dit weet ik, ja. Heb jij het geregeld? Shut the fuck up. Heb jij het geregeld? Ja, samen met JBL. Tuurlijk, gast. En jullie nou? Hebben niks gezegd? Nee, tuurlijk niet. Fucking nice, bro. Give me this. Tuurlijk, bro. I got you, man. Maat, Okke, Marten. Dankjewel. Marten, Okke en ik hebben gezegd wat... Dat ding kost €1500. Ja, ja. Ik heb dit samen met... Als je hem met, direct koopt bij JBL dan. Ja. Ik heb het samen geregeld bij, met JBL gewoon. Was jij voor, het in JBL? Vanuit hun kant een bedankje voor de leuke Valtural trip. En vanuit mij gewoon. Ja. Maat, ik zat helemaal in het dilemma. Ik denk, wie stuurt mij dit? Dit is te bizar, dit kost geld, dit is een maandsalaris. Ik voelde me helemaal bezwaard. Ik denk, what the fuck is dit, joh? Ja, bro. En ik zei tegen Martin, oké, ik heb het al gewoon prima, dus zal ik hem weggeven? Nee, bro, is voor jou. Nee, niet weggeven. Nee, man, JBL die wilde jou dus gewoon... Dus ik moet jou en JBL bedanken. Ja, dankjewel. Ja, geen probleem, bro. Dankjewel, ouwe. Fucking ding, maak dat ding eens krank, Joram, hè. Dat gaat is hard. Ziek? Ja. Het blaast je trommelvliezen naar Mars. Heerlijk, maat. Ja, geen probleem, gast. Ik ga straks gelijk Okke en Mart laten weten, want die zijn ook helemaal in de war van hoe ken dit, weet je wel. Ja. Oh, wat grappig, ouwe. Wie denk je dat die box gestuurd heeft? Ja, daar heb ik al over nagedacht, geen idee. Misschien is hij in deze kamer. Roy? Ja! Hij heeft die box geregeld! Huh? Ja, dat had ik ook! Dat had ik ook! Met JBL! Dat laat je niet even weten! Ja. Nee, wij zitten te livestreamen in zijn stream, zegt hij ineens, want iemand geeft een donatie. Hey, weet je wat je met die partybox gaat doen? Dus ik een verhaal lullen, hij kijkt me raar aan. Hij heeft dat gewoon geregeld. Ik was helemaal happy net. Ik wist alleen niet dat hij hem al binnen had. Dat wist ik niet. Op een pallet kwam hij, ja. Heel ziek. Wat lijkt. Dus ja, ik heb aan hem gevraagd, kan je je contactpersoon bij JBL bedanken? Ja, en ik heb hem bedankt net in de stream helemaal. Want ik zeg, Roy, ja, geweldig toch dit. Maat, hij was helemaal flabbergasted. Ja. Ik denk, ja, het is een maandzaal. What the fuck is dit, joh? Roy en ik hebben One Victory Royale gehaald. En voor de rest, elk potje was dik. Tweede, derde. Tweede. Ik weet het niet meer. In ieder geval niet lager dan 4. Ik heb nog nooit iemand gezien die zoveel moeite heeft om van 1 tot 3 te tellen. Nee, maar meer van... Hij gaat er echt op in. Ik val gewoon voor de beet. Oh, we gaan nog door, hè jongens, dan weet je dat. We gaan gewoon nog lekker door.
Dus Maat, bedankt. Ja, tot snel. Bedankt, tot morgen. Tot morgen. Je bent erbij, toch? Ja, sowieso. Goud. Bij die auto. Tering, leuke stream, ouwe. Echt ouderwets. En gelukkig kon ik het nog een beetje. Dus had ik wel een beetje inbrengen in het potje. Dus dat was wel lachen, want ik game natuurlijk eigenlijk nooit meer. En ging gewoon goed. Sommige potjes 4 kills, 2 kills, 3 kills. Dus gewoon Roy supporten eigenlijk was ik meer. Ja, ik flankte meer. Als Roy ging pushen, kwam ik meer via de flanks. En dan het was fucking leuk. Nee, ik ben helemaal gek. Hebben jullie nog gewonnen? Eerst potje. Eerst potje gelijk, daarna niet meer. Nee, daarna was het allemaal tweede, fucking raar. Nou, we zijn weer veilig thuis aangekomen. Tom parkeert hem weer netjes. De Lambro. Nog even een leuk spreekwoord om de dag mee af te sluiten. Deze geweldige dag, moet ik eigenlijk zeggen. Een uitspraak voor de ondernemers onder ons. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dit komt dus vanuit de kleermakers, het beroep kleermaker, want... Een kleermaker die van een bepaalde lap stof een pak moet maken, heeft niet veel keus. Of hij nou vanuit de lengte van de lap of vanuit de breedte begint, het pak moet uiteindelijk toch komen. Dus ja, er zijn meerdere wegen om je doel te bereiken. Dat is eigenlijk wat ermee bedoeld wordt. Wat een topdag. Ik vond het fucking leuk dat je wel ons even langs liet komen. Okke die ging niet mee, want die bleef hier. Die had hier een afspraak om zijn telefoon te laten maken. Die was gewoon helemaal verrot en die moest even gefixt worden. En die had ook rijles. Dus die was hier gebleven. Dus mocht u afvragen waar was Okke. Die was dus lekker hier. Je hebt hier nog met een maatje van hem. Met Mer heeft hij even gechilled nog. En ja, fucking leuk ook met Roy. Mart was natuurlijk de hele dag mee. Dat is allemaal gezellig. Het was helemaal goud. En ik hoop dat jullie het ook goud vonden. Dat jullie het ook leuk vonden. En dat ik jullie morgen weer zie. Om 5 uur. Dus hopelijk tot morgen. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later toppers. Je moet op je story zetten. Vandalisten. Mold mijn auto. Gaat iedereen commenten. En dan morgen heb je het gewoon zelf gedaan. Want je bent dan alsnog een vandalist.